Als slotstik van het jaarlijkse congres over zorg in ziekenhuis MCL mocht deputaire Sietske Poepjes de publieksprijs uitrekken. GGZ Friesland wie een van de 12 nominieren. Ze kregen de meeste stemmen van het publiek en winnen de tomme voor haar een applicatie met alert voor smartphones. Die waarschuwt patiënten wanneer ze bijgelijks haar medicijnen innemen moeten. Iedereen heeft een telefoon bij zich. En dan is het toch wel handig dat je via die telefoon een reminder krijgt dat je je medicijnen moet innemen. Ja, hij waarschuwt voor alle soorten medicijn. Ja, je kan alle soorten medicijnen inzetten. We weten dat bijvoorbeeld ook mensen het gebruiken wanneer ze hun water moeten innemen en mensen bijvoorbeeld met nierproblemen. Bij Zorg Belang Friesland zitten 90 patiënten en consumentenverenigings. Zij rekken de tomme uit om een positief signaal te jaan om vernijende ideeën in de zorgsector. We vinden dat vanuit patiënten wel eens wat meer aandacht komen mij voor waar dacht het nou goed. He, net alleen nog maar klagen, maar even zeggen van dat maakt beter. En dat gaat goed en dat maakt de oren echt waan. De MedAlert wie ontnota alleen beschikbaar voor de iPhone en is 19.000 keer deelhellen. In kwarten komt direct beschikbaar voor andere mobiele platforms. Want de GGZ verneemt dat er bot verlet van is. Ja, zeker weten. En nou, wanneer je nagaat dat er 3,4 miljoen chronische medicijngebruikers zijn, ja, dan zijn we natuurlijk nog niet klaar. Dus 19.000 is voor ons het begin.